Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je cadeaus kan inpakken. Dat is de challenge, de uitdaging voor deze week. Dat heb je in de video's van vorige week al kunnen zien. Dit is dus deel 1, er komt nog een andere video. Wat heb je voor deze verpakking nodig? Je hebt twee soorten cadeaupapier nodig. Ik heb er in het rood en in een neutrale bruine kleur. Je hebt ook een schaar nodig, een cuttermes, plakband, een potlood. En daar heb ik ook nog een stuk karton staan om onder mijn spullen te leggen als ik begin te snijden. Ik ga eerst mijn cadeautje inpakken met het rode cadeaupapier. De onderkant moet niet bedekt zijn. Het is vooral belangrijk dat straks wanneer ik hartjes uitsnijd, je het rood eronder kan zien. Dan ga ik het bruine papier ook rond het cadeautje doen. Ik heb afgemeten hoeveel van het bruine papier ik nodig heb en dan ga ik er hartjes op tekenen. Je kan zelf kiezen hoe je ze verdeelt. En je kan een schabloon gebruiken, bijvoorbeeld iets afprinten, maar je kan het ook gewoon zo met de losse hand doen. Ik ga een voorbeeldje gebruiken. En dan ga je deze hartjes uitsnijden met je cuttermes. Je snijdt ze niet helemaal uit, je maakt enkel één van de helften, één van de kanten van het hart, los. Je gaat dus met je cuttermes over de lijnen die je hebt gemaakt met je potlood. Zodra je daarmee klaar bent, ga je je cadeautje inpakken in dit papier. Nu wil je natuurlijk wel de boven- en onderkant ook mee inpakken. Mijn cadeau is helemaal ingepakt. Nu moet ik enkel nog de helft van de hartjes zo openklappen. Druk goed op de vouw, zodat ze blijven openstaan. En dan heb je heel erg leuke hartjes. De ene kant is bruin en de andere kant rood. Als je nog potlood ziet aan de binnenkant van het hartje, kan je dat wegkomen natuurlijk. En je kan de hartjes ook nog bijknippen als er een paar foutjes in zitten. Mijn cadeau is helemaal mooi ingepakt. Ik ben er heel tevreden mee. En je kan ook variëren met de kleuren cadeaupapier bijvoorbeeld. Roze zou hieronder ook leuk zijn of blauw. Ik vind het echt een leuk idee. Misschien hebben jullie wel zin om het uit te proberen. Ideaal voor Moederdag bijvoorbeeld. Geef me een thumbs up als je de video leuk vond. Dan gaan we nu kijken naar de uitdaging van volgende week. Even kijken wat gaat er uit de pot komen deze keer. Het is een klein briefje. Washi tape. Een heel leuk thema, daar gaan we zeker wat voor kunnen bedenken. Washi tape blijft leuk, we hebben er al ontzettend veel dingen mee gemaakt. Bekijk maar de andere video's op het kanaal een keer. Je zal het zien, washi tape is altijd leuk voor versieren. Volgende week is het thema dus washi tape, dan gaan we specifiek proberen knutselen met washi tape. Als je zelf een goed idee hebt, laat het dan weten bij de reacties. En als je zelf wilt dat een bepaald thema behandeld wordt, zet het dan ook bij de commentaren. Dan belandt het misschien bij in de pot. Vergeet je niet te abonneren. Je kan ook video's delen om samen met vrienden te beginnen knutselen. En hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf Ideeën.